ik wens veel plezier bij het koor Roos en Marie. Met een groep van 11 vrouwen, zonder begeleiding, zonder dirigent, maar gewoon vanuit de behoefte. We willen gewoon gaan zingen. Hè? En we hebben een groep bij elkaar, tenminste een paar vriendinnen van ons hebben een groep bij elkaar gevonden. En wij zitten nog steeds in het koor, dat is uitgebreid tot een 25 vrouwen. 25, 24 vrouwen. Roos en Roos. Om mee op te treden, maar buiten het optreden om hebben wij ook een hele prettige en een hele fijne band met elkaar, waar ook veel lief en leed gedeeld wordt en wat ook in ons repertoire zeker naar voren dat de zaal op 4 stoelen na uitverkocht is, dames. Oh, yes! Nou, helemaal goed. Het feest is eigenlijk al begonnen. En ja. Jullie dirigent, Piet Koek, die gaat de groep verlaten. Kunnen jullie daar wat over zeggen? Nou, tot onze grote spijt, want Piet is ook al dit jaar 10 jaar bij het koor. Hij is als... voor ons als jochie binnengekomen en als volwassen, niet als een volwassen man. Hij woonde destijds in Amersfoort en hij is nu al een jaar of 5, 6 woont in Leeuwarden. Hij is al die tijd bij ons gebleven en met veel plezier. We zijn heel erg lang gehecht geraakt ook, maar we wisten ook van er komt een moment dat hij ons zou moeten verlaten. Dat is nu aangebroken. Dat vinden we allemaal zeer spijtig. Hij zelf ook. Dus eigenlijk willen we een oproep doen aan Vathorst en omgeving. Zij die misschien een geschikt iemand vinden die Piet zou kunnen vervangen. Dus dan zoeken we eigenlijk een muzikale dirigent die piano speelt en het liefst ook accordeon. Maar dat is misschien wat veel gevraagd. Maar als iemand is die bij ons past. Een champagne bij de haard. Het is die met een vriend of een Latino. Met een prins of met een paard. Het is met zijn sokken in je wasmand. Met zijn hemden aan je lijf. Het is met zijn strepen in je playpot. Die al niet meer weg te krijgen zijn. Maar ook met ontbijt op zondagmorgen. Als hij roerij voor je maakt. Of als hij met een rare muts op je bed. Het is hier.
mensen weten. Veel mensen denken dat het smartlappen zijn, maar we zijn echt niet een smartlappenkoor. We zijn een koor die het Nederlandse lied, met name het Nederlandse lied, vertolken in, zingen. Ja. En dat gaat van Ramses tot Brigitte Kaandorp en Bonnie Konings. En dat vinden we alleen maar smartlappen, word je ook niet echt vrolijk van hoor. Nee. En wij houden er toch wel niet van om ook een beetje een boost en vrolijkheid mee te geven. Nou, dat stralen jullie ook uit. We gaan een groot gedeelte van de avond meemaken met jullie. Mag ik jullie heel erg bedanken voor dit interview en heel veel succes wensen. Dankjewel. 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 Dankjewel.